Voor de kust van Suriname is een vijfde grote oliefonds gedaan. Het Franse Total Energies en het Amerikaanse APA Corporation Apache hebben olie aangetroffen in de Sapakara South 1-put in blok 58. Deze aankondiging volgt op eerdere fondsen in Maka Central, Sapakara West, Kwasi Kwasi en Keskesi, waardoor het de vijfde ontdekking van Total Energies in Suriname is. Waarom is deze brand zo belangrijk? Men wil in 2025 de eerste productie hebben uit de offshore. Dat willen Total Energy en Apache. Om in 2025 de eerste productie uit de offshore te halen, moet men in 2022 een investeringsbeslissing nemen. Maar voor men zo'n beslissing neemt, wil men zeker weten dat er voldoende olie is in de reservoirs die men heeft ontdekt. Deze bron was dus een van de bronnen om aan te tonen dat er voldoende olie is in het reservoir. Deze was een hele goede, 30 meter olielaag met goede verzadiging. Dit is een stap in de goede richting voor Suriname. Er zijn evenwel nog meer van deze bronnen nodig. En die worden nu geboord door Total. Er zullen nog 2 tot 3 bronnen geboord worden voor men voldoende zekerheid heeft om die beslissing in 2022 te nemen. Gelegen op 4 kilometer ten zuidoosten van de ontdekking van Sapakara West 1 werd Sapakara South 1 geboord in een waterdiepte van ongeveer 850 meter. In de Sapakara South werd gestuit op 30 meter netto opbrengst aan olie in een Campano Maastrichtiaans reservoir van goede kwaliteit, zei Total Energies donderdag. We zijn blij met deze nieuwe succesvolle bron in Sapakara South 1, die erg lijkt op de bron die eerder dit jaar in Keskesi werd aangekondigd. Deze herhaalde positieve resultaten bevestigen onze strategie, die gericht is op grote hoeveelheden hulpbronnen tegen lage ontwikkelingskosten, zei Kevin McLaughlin, Senior Vice President Exploration bij Total Energies. Total Energies zei dat de booroperaties zullen worden voortgezet met het Marksvaljaan boorschip. President Chan Santokki gaf in zijn felicitatieboodschap aan dat de regering alle mogelijkheden zal uitwerken om op basis van deze resultaten kapitaalvooruitbetalingen te genereren om de huidige financiële crisis en de gevolgen daarvan op te vangen. Voorts gaf Santokki aan dat de regering serieus van plan is om duurzaam beleid te ontwikkelen voor de diversifiering en de groei van de economie. De president roept de samenleving op om de moed niet op te geven. Nolas Bribi, we komen eraan en we zullen ervoor zorgen dat het Surinaamse volk hier maximaal profijt uit zal halen. God bless Suriname, aldus president Santokki.